Ik vind het heel belangrijk hier op Digi om de ontmoeting tussen verschillende doelgroepen te stimuleren. Wij werken met scholen, met kleine kinderen, met jongeren, maar ook via ons arbeidszorgproject met oudere mensen, mensen die het even iets moeilijker hebben. Wij werken met alternatieve straffen en al die mensen samenbrengen op één plaats op de boerderij vind ik heel leuk en heel interessant om te doen. Een moment dat ons bijblijft en dat is de bouw van onze toegankelijke moestuin. Tijdens de bouw van onze moestuinbakken door de tuinbouwschool van Oudenaarde werd er spontaan meegeholpen door een aantal aanwezige kleuters. Die hebben echt effectief meehelpen metsen samen met de jongeren van de tuinbouwschool. Goh, ik denk dat ik deze award verdien omdat ik er al jaren naar streef om hier op Digi mensen die het even iets moeilijker hebben in het normale arbeidscircuit hier te laten meedraaien op vrijwillige basis en hen hier in dit mooie kader een nieuwe kans en een mooie tijd te laten beleven. Wij zijn daarmee gestart voor iets te doen dat de mensen een keer op vakantie kunnen gaan, een keer een daguitstap kunnen doen. En om dan te zien dat er veel mensen zijn die een laag inkomen hebben en die niet rondkomen. De eerste uitstap dat we deden was naar Dardenne, naar de La Roche. En wij hadden dan een uitstap dan gedaan. En dan zijn wij daar in een discotheek beland. En daar gezag dat die mensen lopen bloeien. Ik vind niet dat het aan mij alleen is. Ik vind, daar zijn nog twee mensen, de voorzitter en de stichter, die daar ook meer ook recht op hebben. Het is niet dat ik daar niet blij mee ben. Ah, want dat is voor mij een eer. Maar ik wil die twee personen daar toch bijdragen. De klemtoon leggen we hier altijd graag op het respectvol benaderen van het thema. En het thema dat we hier heel veel mee te doen krijgen is Wereldoorlog 1 natuurlijk. Dus de bedoeling is dat zoveel mogelijk vooral jongeren dan de kans krijgen om te leren uit het verleden. En daarbij helpen wij graag. Wij voorzien hier ook educatieve producten in het verblijfscentrum, waar dus de residentiële groepen gebruik van kunnen maken. Tijdens opgravingen die hier plaatsvonden het voorbije jaar, vonden ze onder andere twee lichamen van Nieuw-Zeelandse soldaten die sneuvelden een kleine 100 jaar geleden. En die werden dus met volle militaire eer herbegraven op de begraafplaats naast het centrum. En daarbij mochten wij ook heel wat assisteren en helpen in de organisatie. Dus dat was echt wel een hoogtepunt voor ons. Ik denk dat ik in aanmerking kom voor de award mede dankzij een nieuwe doelgerichte promotionele aanpak, heel wat overuren en ook mede dankzij een goed team collega's in geslaagd ben om het aantal overnachtingen hier in Peace Village te doen toenemen. Met de cijfers van de voorbije jaren kunnen we toch stellen dat het aantal overnachtingen met een goede 60% toegenomen is. En er komt natuurlijk een heel goede periode voor ons aan met de komende herdenkingsjaren.